Ja, die week zijn we doorgekomen met ons tweeën werken. Alles en iedereen die extra stonden, allemaal al uit het rooster gehaald. En met een minimale bezetting zijn we die ene week nog doorgekomen. Ja, en toen kwam zondags op mijn verjaardag het meest verschrikkelijke cadeau wat ik ooit heb gekregen. Dat kan ik wel zeggen. De eerste verjaardag die ik heb moeten vieren zonder mijn ouders. Is me nooit gebeurd. Ja, en dan moet je dicht. En dan zakt even de wereld onder je schoenen vandaan. En is het eerste scenario in je hoofd van waar hebben we 5 jaar lang ons eigen vooruit de naad gewerkt? 6 jaar bijna. We worden in quarantaine gezet, maar we mogen geen handen meer geven, we mogen geen knuffel meer geven. We mogen niet meer met heel veel man met elkaar praten. Je kan niet meer naar de bioscoop, je kan niet naar een concert. Dus alles wat ons mens maakt wordt eigenlijk afgenomen. Maar we blijven mensen. Dus ik denk in deze tijden moet je nou juist creatief zijn. En dan gaan kijken, nou dit zijn de gaten, wat kunnen we hiermee doen om toch iets te doen. Ik dacht al, die kan toch niet weg zijn? We zijn druk aan het werken. Terras is wordt schoongemaakt en ik ben de kussentjes aan het wassen. En alle kussens van de stoelen neem ik mee naar huis. De zorg die je hebt, ja, die is natuurlijk wel. Want ja, uiteindelijk, ik moet mijn hypotheek ook betalen. En wij moeten ook boodschappen doen. En wij moeten ook zorgen dat onze gas, water leeg betaald wordt. Ja, allemaal die dingen komt wel even voorbij, ja. Ik zie paprika's. Hey, ik zie courgetten. Ik zal je voorrijden, zie maar. Dit is ook leuk voor ons, zeg maar, om bezig te houden. Want nu moeten we hier toch wel iets van gaan maken. Dat kan wel, hè? Ja, dat sowieso. Alleen het is meer de combinatie. Dus ik zie al de peren. Je hoort ook dat er worden nieuwe voorwaarden gesteld. En dan krijg je van iedereen appjes van ja, maar je kan beter stoppen en wachten tot je geld terugkrijgt. Want nou zit je eigenlijk, kom jezelf eigenlijk tekort. Je kan beter stilzitten. Nou, dat ga ik dus niet doen. En ik ben gekomen waar ik nu ben, door koppig te zijn, door te dromen. Eigenlijk alles wat tegenovergesteld is van een echte ondernemer. Want die denkt alleen maar aan centen. Alleen maar, de meeste. Ik ben zo niet. Ik volg mijn gevoel. En vooral in deze tijd moet je nou juist je gevoel volgen. En niet denken aan de centjes, want het gaat nou even niet meer om centjes. En dat is de reden waarom wij dit doen. Iedereen is bezig. Je ziet nog mensen, je spreekt nog mensen, je geeft nog een service, je helpt mensen mee. En dat is voor mij veel meer waard dan te wachten thuis op de bank totdat een keer dat geld binnenkomt. Want de vraag is ook wanneer komt het binnen en ik wil me maatschappelijk opstellen. En dan ziet ook heel Helmond en heel de omgeving dat wij wel klaarstaan voor iedereen nu in deze momenten. Ik geloof dat dit wel goed komt.